De klinkers zijn glad. Het maakt niet uit wanneer. Zomers, winters, herfst. Eigenlijk altijd. Als er een beetje heeft geregend en er liggen wat bladeren, dan kan je eigenlijk al uitglijden. Ik sta hier vandaag omdat ik al 10 jaar in de Zonnebloemstraat woon. En in al die tijd betaal je wel huur. De huur is ook riant omhoog gegaan. Alleen, ik heb nog nooit onderhoud in mijn woning gehad. Ik betaal ruim 100 euro meer in de maand. Maar er gebeurt niks. En nu ook met de aankomende gasprijzen gaan natuurlijk gigantisch omhoog. Het huis is heel slecht geïsoleerd. Dat ga ik gewoon voelen in mijn portemonnee. Deze bewoners zitten al jaren met problemen van vocht, tocht, schimmel en kou. Klagen daar ook vaak over, maar krijgen tot nu toe weinig gedaan bij de woningcorporatie. Wel een boekje krijgen van renovatie, maar vervolgens niet zo goed weten wat er echt in staat. En dan zie je eigenlijk aan de andere woningen, zie je, oh, dat wordt mooi gerenoveerd, er komen nieuwe kozijnen, nieuwe deuren. Wat mensen dan denken is van, oh, dat krijgen wij ook, omdat ze één plan hebben gemaakt om alle woningen hier te renoveren, dus alle pleintjes. Dus je gaat er dan vanuit dat elk pleintje dan hetzelfde krijgt. Ja. En achteraf bleek dat dus niet zo te zijn. Omdat wij ons huis gerenoveerd zijn, maar dat we nog steeds met heel veel klachten zitten. Vandaar dat wij hier petitie aangeboden hebben om toch van onze klachten af te komen. We zijn hier vandaag bij de Vierenlaan om de problemen aan te kaarten die er zijn in de woningen. En het grootste probleem hierin is dus de rioollucht, wat heel erg is bij de mensen thuis. Dus dat willen we graag opgelost hebben. Tijdens onze campagne rondgang door de wijken kwamen wij ook even in deze wijk terug. En we hadden het idee, we gaan een feestje vieren omdat die renovatie achter de rug is. Maar helaas, toen kregen wij allerlei verhalen nog van bewoners. Van dat ze redelijk tevreden waren over de renovatie, maar dat ze toch nog een aantal problemen ervoeren. Zoals rioolluchten in de woning, tochtige vloeren die bewegen. En nog steeds schimmel vormen.